Ruim 3000 mensen, een groot succes. Zo kan de Prodewaka in het kader van de Dag van Bevrijding en Vernieuwing het best omschreven worden. De activiteit vond plaats op zondag 16 februari en is een van de vele activiteiten die op het programma staan in verband met de viering van de 40ste dag van de revolutie op maandag 25 februari. Welkom iedereen! Alweer is naar Lenneko, alweer is naar Zo, alweer is naar Sumawako en iedereen naar Basi. En na 40 jaar Lenneko. En we moesten het van Basi, ordelijk, vrolijk en blij, of was zij alweer naar Lenneko, Oeh en de Veen en Godoro naar Uroko. Strijd en vrij! Mijn God, ik ben zo blij. Ik wil de mensen van hieruit bedanken. We hadden gedacht natuurlijk, er gaan mensen meedoen. Maar dat het zoveel mensen zouden zijn, hadden we niet gedroomd. Daarom van hieruit wil ik ieder van harte dank zeggen. Oyako, oyako, maroya tunai. Oyako, oyako, maroya tunai. Oyako, oyako, maroya tunai. Oyako, oyako, maroya tunai. Verband met 40 jaar. Welke boodschap heeft u voor de samenleving? 40 jaar revolutie natuurlijk is een mijlpaal voor ons land. Is een beweging die op gang is gekomen door meedoen, meedenken en meebeslissen. Het is een beweging geworden doordat de processen vanaf op het lage niveau, resort, wijkniveau. We doen mee, we besluiten mee, we denken mee om die ontwikkelingsprocessen op gang te brengen. En ook binnen het beleid te beïnvloeden en de regering te helpen het beleid te formuleren. En dat ziet u ook in de verworvenheden van deze regering. En dat is die 40 jaar revolutie eigenlijk, die beweging op gang te brengen, waarbij de hele bevolking participeert in de ontwikkelingsprocessen. En dat is duidelijk nu gebleken in de afgelopen 10 jaren die deze regering heeft vormgegeven aan dit gedeelte. Natuurlijk zijn er mensen in die samenleving die waarschijnlijk denken van het is niet gegaan zoals dat willen. Deze regering heeft een heleboel veranderingsprocessen op gang gebracht. En natuurlijk zijn er belangengroepen die het niet leuk vinden. Deze regering heeft vanaf, zoals ik het heb gezegd, door mee te doen en mee te beslissen, mee te participeren in die ontwikkelingsprocessen, ziet u dat vanaf Oost-West, Noord-Zuid, een heleboel zaken tot ontwikkeling is gebracht. We zien de elektra in de districten, in het binnenland. We zien de infrastructuur, we zien water. Dat zijn de basisingrediënten voor ontwikkeling. En het is niet alleen gebleven in één deel van het land. Dat is niet iets dat 20 en 40 jaar ontwikkeling is geweest. Dat is niet. Deze regering en de beweging, wat we noemen de RIVO, heeft de hele beweging landelijk opgebracht om inderdaad die basisontwikkeling op gang te brengen. En als mensen niet ervan houden, wel sorry, we moeten gaan naar een ander ontwikkelingsniveau. En natuurlijk willen we na 25 mei doorgaan met die ontwikkelingsprocessen. Dat wil zeggen dat we verder gaan met de andere ontwikkelingsprocessen. Want je hebt de basis al neergelegd om verder te gaan. En we gaan verder, we moeten dat doen. En het is niet alleen voor één groep of een belangengroep, zoals we nu zien, A, B, C, die plotseling opkomen en zeggen van ze vinden het niet. Misschien hebben we hun belangen aangetast. Wel jammer, de revolutie is voor het hele volk. De revolutie heeft heel wat veranderingen gebracht. Een van de goede veranderingen is dat Suriname nu wereldwijd veel buitenlandse vrienden en contacten heeft. Vroeger hadden we een traditionele vriend. Die is en blijft onze vriend, want we hebben een paar honderdduizend Suriname's daar die we allemaal welkom heten als ze in Suriname willen komen. Maar daarnaast hebben we ook vrienden in Latijns-Amerika, in Azië en ook nog in Europa. Ik denk aan landen als Rusland, Servië. In Azië hebben we India, we hebben China. Al met al, dat is één van de verworvenheden dat wij ons niet meer zijn gaan focussen op slechts één land, maar wij zijn ons nu wereldwijd gaan focussen. Een ander ding bijvoorbeeld is dat ieder nu evenveel kansen heeft. Als u de afgelopen 6 maanden hebt gekeken,
Dan zijn er, ik praat even via volksgezondheid, dan zijn er 30, twee keer 15 studenten, jonge studenten uit minder draagkrachtige wijken, laat me mijn woordkeuze goed zeggen, zijn naar Servië. En die gaan over een paar jaar arts worden. Ik bedoel, die mannen kwamen, of die jonge dames en heren uit die wijken kwamen eigenlijk nooit in aanmerking. En zo heb je heel wat zaken die de verandering in 1980 teweeg heeft gebracht. De revolutie is alleszins goed geweest voor Suriname. Eigenlijk zijn alle revoluties goed, omdat de revolutie een omwenteling brengt. Het brengt verandering, het brengt vooruitgang, het brengt visie en het is een deel van een missie. En wanneer je dus spreekt over revolutie, dan wil dat zeggen dat er dus iets nieuws op gang is gekomen. En de 40 jaar revolutie heeft ons ook de NDP opgeleverd. Eerst de 25 februari beweging en daarvoor de standvaste beweging dus. En die is gaan evolueren, is een beweging. En die beweging is net als de revolutie, die gaat door. Hij blijft groeien en hij blijft bewegen. Hij gaat nooit achteruit, hij gaat altijd vooruit. Dus wij denken in die trant. Zo denken wij. We zijn trots. We zijn trots. We houden van de revolutie. We houden van de leider van de revolutie. We houden van het idee van revolutie. Want revolutie is stil nodig. Omdat Suriname uit een koloniaal verleden komt. Wij hebben dus af te rekenen met een heleboel dingen, issues die ons achterhouden. Die ons geketend hebben en geketend houden. We hebben al een heleboel ketens afgelegd. Maar er zijn nog ketens over. Dat zien we in gedachten van mensen. Dat zien we in boodschappen van mensen. Dat zien we in fake news van mensen. Dat zien we in ideeën van mensen die eigenlijk niet stroken met ontwikkelingsgericht denken en ontwikkelingsgericht werken. Dat zien we in die oude gedachten. En die oude gedachten, daar moeten we vanaf stappen. We zijn een volk aan het worden. We zijn geen bevolkingsgroepen meer. We zijn een volk aan het worden, een volk in wording. En dat is wat we zijn en daar gaan we voor. Wij hebben nu een president die dat idee heeft omgezet in daad. We zijn geen man van woord, we zijn man van daad. Dat is wat we zijn. Zo denken wij en zo gaan we voort. Nou, ik wil aan de mensen zeggen van luister, heel simpel. Ze hebben mensen opgeroepen voor morgen. Ik wil aan de gemeenschap zeggen van mensen... Vergelijken jullie. Alles, als je een keuze soms moet maken, moet je gewoon vergelijken. Wat heeft de revolutie en deze regering ooit voor jullie gedaan? En wat heeft de rest ooit voor jullie gedaan? Dat is het snel gemaakte keus. Dat is de boodschap die ik ze wil geven. Ik wil ieder, natuurlijk vooral mijn man, feliciteren. Ik weet, als niemand anders, ik sta vlak naast hem. Ik weet dat hij heel hard werkt voor dit volk. En wij als gezin... We hebben er nog soms onder moeten lijden, want hoe vaak was hij er niet. Maar, no sweat, we weten waarvoor hij het heeft gedaan. Hij heeft het voor dit land gedaan. Hij houdt voor dit land. En we geven hem alle ondersteuning.